Hallo iedereen, ik ga vandaag een spaghetti puttanesca maken. Want ik heb nog wat spaghetti over van gisteren. Uit het pakje heb ik net gekookt. Dus ik begin met de knoflook. Ik doe het een beetje op mijn manier. Met de spul die ik in huis heb. Vier teentjes knoflook. Doe ik wat rode chili pepers bij. Je kunt ze gewoon snijden uit zo'n zakje. Het fruit kan je van. Ik heb het vuur niet heel hoog. En dan doe ik erbij ansjovis en er zitten ook kappertjes in die ansjovis. Goed, dan laat ik even 1 à 2 minuten meefruiten. En dan doe ik ook nog bij een klein blikje olijven, gevuld met ansjovis. Normaal gesproken is het geloof ik met zwarte olijven, maar die heb ik niet. Goed. Die fruit ik ook even mee. Even een minuutje. Dan doe ik erbij twee tomaten gesneden. Je kunt ze natuurlijk van tevoren ontvellen. En doen we nog wat tomatenpuree bij. Flinke theelepel. En dan roek ik het er even door. Doe dan een heel klein beetje kookvocht bij, wat ik bewaard heb van de spaghetti. En dan roer ik het tot een saus. Dan heel even proeven. Heb ik dit gedaan. Dit is best wel zout. Voor mij doen, zeg maar. Dus ik kan er eventueel nog wat kookvocht bijvoegen of ik laat het zo. Ik laat het zo, want ik vind het wel lekker een keer het zout en pitters. Dus ik doe er nou de spaghetti bij. Ga ik even goed doorheen roeren. Dan komt er nog wat peterselie bij. Ik heb niet zoveel meer, maar goed. Het gaat ook doorheen. En dat is eigenlijk alles. Spaghetti puttanesca. Op de Peterse manier. Je wilt nog iets frisser maken van smaak. Dan pers je er een heel klein beetje limoensap overheen op je bord. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.